Het traditioneel gezag in het resort Caballebo krijgt een eigen kantoor. Het onderkomen komt te staan bij de steiger van Apura aan de Corentijnrivier, niet ver van de recent opgezette ijsfabriek, en is bedoeld om de gemeenschap voor diverse activiteiten op te vangen. Tijdens het werkbezoek aan het resort Caballebo is door president Chandrika Prasad Santokhi de eerste steen gelegd. Het staatshoofd benadrukte dat het dorpsbestuur ervoor zal moeten zorgen dat met het gemeenschapshuis het gebied verder tot ontwikkeling wordt gebracht. Maar zijn ook bouwstenen voor de ontwikkeling van Apura. Maar die steen die we straks gaan leggen is ook een belangrijke hoeksteen voor de jongeren hier zo. En ook voor de gemeenschap dat ervoor staan die kan komen. Samen gaan we concluderen, we vergaderen. Af en toe, we zijn er ook erbij. Dat je wel ruimte. Als je ontvangt gasten, je hebt wel ruimte. President komt, wel ruimte. En het moet bijdragen aan die eenheid. Het moet bijdragen aan die communicatie. Het moet bijdragen aan overleg. Het moet bijdragen aan die democratie. Het moet bijdragen. Met al de ontwikkelingen die de regering uitvoert in het gebied, komt er verlichting voor de bevolking in het gebied. Het idee moet niet ontstaan dat de regering niet kijkt naar het resort Caballebo, zegt de president. Apura moet mee met alle andere ontwikkelingen zoals we dat doen in het land. Uiteindelijk zal dat doen dat Uruwani, dat Adeda, Gado Taki, Jutem Doro Babu Konami, dat Ulu Muslim, Allah, de vreemde gevoel, Yami Dumiroko. Het lokaal gezag is zeer content met de start van de bouw. De regering is voorstander van het beleid gebaseerd op respect voor het traditioneel gezag en duurzame ontwikkeling voor burgers.